Nou, dan hopen dat hem snoek hem daar opmerkt. En hem gruwelijk die razen gaat nemen. Oh! Hey, hey! Is gevat! Hi, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Zoals je kan zien zijn we vandaag in een Oerolens polder. En we gaan vandaag iets heel ongebruikelijks doen. Normaal zijn we hier om te vissen met kunstaas op snoek. Wij gaan vandaag met dood aas vissen op snoek in de polder. We gaan het niet op een passieve manier doen, zoals je eigenlijk gewend bent met dood aas vissen. Wij gaan het een hele actieve manier doen. Ja, dus dood aas vissen staat normaal bekend om veel wachten. Ja. Passief een stekje uitvissen. Precies. Wij gaan vandaag actief, snel een paar hele mooie stekjes afvissen. Ja. Op zoek naar een paar mooie snoeken. Precies, we hebben als opdracht gekregen als pro om 2 meter snoek totaliteit te gaan vangen. Dus laten we dat in ieder geval gaan proberen. Mocht daar een slager, dan zit een hele leuke winactie verbonden aan deze video. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in, Rock. Ik heb er ook heel veel zin in. Laten we kijken of we een paar mooie snoeken kunnen vangen. We gaan een paar mooie snoeken vangen en hopelijk lukt het ons om voor jou een mooie prijs bij elkaar te vissen. Zo is het. Nou, gaan we eens even kijken. Snoek kunnen vangen. Net als vroeger. Even een elastiekje erop. Nou, dat is wat we nou gaan doen. We hebben een klein beetje wind, dus we kunnen mooi die dobbers eventueel met de wind mee laten drijven. We hebben er allebei nou niet voor gekozen om een winddobber te gebruiken. Maar we gaan eigenlijk, ik vis nou tegen de wind in, dus ik kan nou heel mooi mijn aasvis heel rustig gewoon naar me toe vissen. En dan beweegt die dode aasvis gewoon heel rustig naar mij toe onder water. Nou, dan hopen dat hem snoek hem daar opmerkt en hem gruwelijk die razen gaat nemen. Laten we het hopen. Ik schuif gewoon een klein stukje op. En zo gaan we een beetje systematisch uitkammen. Beetje gebruik maken van de wind. De wind die kabbelt hier zo mooi zo doorheen. Dus ik laat hem elke keer zo'n stukje naar me toe zo. Elke keer als ik hem een beetje een rukje geef, dan zal die aasvis een beetje dwarrelen. Kijk dat hij in het zichtveld komt van een mooie snoek. Oh, mooi. Oeh, tikkie. Maar... ja, ik voel een tikkie. Hoeft niks te betekenen, maar we gaan even afwachten. Laten we even het dobbeltje even liggen. Dus ik ben er gewoon heel langzaam aan binnen draaien. Voor in die dans verleidelijk onder het wateroppervlak op en neer. Ja, dan maar hopen dat de snoek hem dadelijk gaat onderscheppen. Ik kreeg net al een tikkie, dus nu laat ik hem even liggen. Kijken wat er gaat gebeuren. Nou, nog niks. Als dat te lang duurt, dan ga ik gewoon heel langzaam binnendraaien. En dan hopen dat hij hem dadelijk alsnog pakt. Ik kan gewoon zien, ik kijk hier bijna op de bodem. Dus ik denk dat daar, nou, wat zal het zijn, een halve meter water staat of zo. Dus en hier wordt het volgens mij ietsjes dieper. De kleur van het water verandert hier iets. Dus zet ik hem net even dieper. Want als je hem binnendraait. Dan komt je aasvis natuurlijk heel klein beetje omhoog. Dus ik gok dat het hier iets dieper is. Dus dan zet ik hem gewoon even ietsjes dieper. En dan gaan we eens even rustig naar het ondiepe vissen. Dus nou, ik denk dat daar pak een beetje 70, 80 centimeter diep is of zo. En hier zal het een half zijn. Dus nou heb ik hem afgesteld op 60 centimeter. Dan zweeft hij mooi iets boven de bodem. En dan ga ik hem heel rustig aan het ondiepe optrekken dadelijk. Komt die aasjes wat omhoog en dan hopen dat er op dat randje ergens mooi snoek ligt. Dat zou wel cool zijn. Als het hier dadelijk uitblijft, Rock, dan even verkast, denk ik. Ja, een andere stek. Ja, dan gaan we iets anders proberen. Andere plekje proberen. Het ziet er hier heel mooi uit. We hebben samen helemaal uitgevist, hè, nu. Hè? We hebben samen alle hoekjes gehad. Ja, redelijk. Redelijk. Ja. Let's go! Op zoek naar die hongerige snoek. Zeker, jong. Ik wil niet eerlijk verdeeld waar ik allemaal. Ja,
Ja, fantastisch. Dat vind ik altijd nog het spannendste van nieuwe stekken en zo, als je ergens nog nooit bent geweest. Je bent aan het vissen, je weet het niet. Dus je moet al die dingen in je hoofd weer, hoe diep is het, waar zal die liggen, welke hoek zit die snoek, waar komt de wind vandaan, waar zal de aasvis zwemmen. Die dingen spelen allemaal weer in mijn hoofd en dat is wel leuk om weer uitgedaagd te worden om die snoek te vinden. Er staat echt helemaal geen water, maar daar gaat hij. Dikke stofwolk. Mooi plekje, Rock. Ja, even proberen. Klein duikertje. Ziet er goed uit. Gewoon even een paar keer op en neer jutteren voor het duikertje. Je weet, komt er wel een snoekje uit. Ik had het idee, als er wat ligt, dan moet het ook gewoon direct bingo zijn. Ja, aasvisjes die daar heen en weer gaan. Ja, beet. Ja, cool. Ja, hij loopt onder. Laat hij stil liggen. Ik weet het niet, ik kan ook gewoon dat hij hem opeet nu, hè? Ik zag hem weglopen. Ik denk dat hij... Ja, of... Nee, even hem losgelaten. Geen weerstand, hè? Ja. Hij zit er nog bij, denk ik, of niet? Dat was beet. Maar ja, niet om op te slaan. Nou, ik kwam hier aangelopen en toen zag ik al wat beetvis wegspringen. Ik denk, nou, ik gooi hem er heel voorzichtig bij. En echt vrijwel direct een mooie tik op de hengel, een beetje heen en weer. En vervolgens liep hij heel mooi onder, maar hij kwam gelijk helaas weer boven. Dus helaas liet hij direct weer los. Maar goed, het was wel de eerste beet, dus dat geeft vertrouwen. Hey. Of hij loopt vast, hoor, maar... Denk het ook. Nee, snoek, 100%. Ja, komt hij naar je toe? Nou, hij heeft hem losgelaten. Ik voelde hem. Voelde je hem? Ja, 100%. Ik voelde op de top. Ik denk, ik ga even kijken of dat, of dat inderdaad de vis is. Toen voelde ik zo pok. Dus hij had hem inderdaad te pakken. De honden, zijn ze weer ik van dat... Ik had eigenlijk meteen moeten slaan, maar... Ik dacht eerst, hij loopt vast misschien in de bodem of zo, maar... Het was wel een, ja, maar ze zijn echt voorzichtig. Hetzelfde joh, wat ik net ook had. Ja. Dat je even beet hebt en direct weer los. Rotzak. Ja, hij heeft hem wel gepakt, ja. Zeker. Ja. Tanden staan erin, ja. Even een nieuw aasvisje eraan doen. Die van zojuist, die was een beetje kapot gebeten ook. Ik pak gewoon een kleintje. Ga ik hem even onder zijn kinnetje prikken. Voorzichtig. Dan haal ik hem netjes zo door het dakkie. Nou, dan zit hij gewoon mooi op de haak zo. Hoe ziet jouw montage eruit? Hoe heb je de boel gericht, zeg maar? Of hoe zeg je dat? Opgetuigd. Zo. Nou ja, ik heb eigenlijk, we vissen hier in de polder, is natuurlijk ondiep water. Dus ik heb hem, ik begin eigenlijk gewoon met een stuitje op de gevlochten lijn. Dus ik heb gekozen voor een knoopbaar stuitje. Een knoopbaar stuitje blijft over het algemeen net iets beter zitten op gevlochten lijn dan een rubberen stuitje. Daarachter heb ik wel een rubberen stuitje, dus ik zal het je daar laten zien. Gevolgd door een stoptje, dus een kraaltje zeg maar, dat de dobber daar niet doorheen glijdt. En dan... Dan heb ik deze mooie Dovelands Pro, 15 grammetje, met daaronder een 15 grams gewichtje. Anti-tangle sleeve met een
met een wartel eronder en dan een stalen onderlijn met mijn visje eraan. Gewoon een enkele drag is meer dan voldoende. Heb jij maatje 2 of maatje 4? Ik heb nu maatje 2. Dus met die aasvissen die wij nu gebruiken, ja, wat is het, 15 centimeter of zo? Ja. Dan is dat wel, ik denk, dat is mooi. Ik bedoel, als die vis hem echt wil hebben, dan is maatje 2 meer dan prima. Ja, ik heb dezelfde onderlijn als jou gemonteerd. Ja. Een maatje 2 met een 30 centimeter onderlijntje, omdat het toch, er staat niet heel veel water in. Nee, het is maar een halve meter water. Hou je nog iets ruimte speling over om met je dobber heen en weer te spelen? Ja. Je hebt ook 15 gram dobber? Ja, ik heb ook een 15 gram dobber, alleen ik heb een 10 gram gewichtje eronder gedaan. Dus jou staat net iets hoger ook, zie ik. Ja, klopt. Maar goed. Heb je dat bewust gedaan? Ja, nou, ik heb de vis in zijn rug gericht. Oh ja. En ik zag dat jij hem als noshoeking vist, hè? Ik heb hem inderdaad gewoon door zijn kop, door zijn bek gericht. En Rocky heeft hem door de rug gericht. Ja, dus ik heb mijn dobber iets hoger liggen, zodat ik hem af en toe een beetje een zo'n tik kan geven. Waardoor de dobber een beetje op en neer gaat. Oh ja. Waardoor ik het idee heb dat de aasvis een beetje waggelt onder water als een gewonde vis. Ja. Nou, jij hebt ook wel grotere aasvis eraan, hè? Ja, ik heb nu een iets 15 centimeter plus aasvis. Ja, dan mag je. Dat is op zich wel een mooie combinatie, hè? 15 grams dobbertje en dan 10 grams gewichtje. Ja. Dat is prima, hè? Dan is je mooi gewichtloos. En er viel mee op, hè? Vanochtend bij de auto, toen konden we kiezen, hè, of we nou beetkassen zouden pakken of molenengels. En ik zag eigenlijk, zonder dat het afgesproken was, dat wij allebei toch kozen voor de beetkassen. Ja, ik vind het sowieso prettig om mijn beetkast vissen. Snoeken is voor mij vissen met een beetkaster. Of dat nou mijn kunstaas vissen is, of zoals we nu aan het doen zijn, actief vissen met dood aas. Je vis gewoon heel lekker, heel comfortabel. Het is gewoon lekker robuust. Je kan gewoon heel relaxed draaien. Mooi van die rails dat er ook een rapeltje op zit. Het is gewoon een hele fijne combinatie. Ik heb nu Spectre Cast, 2,35 meter gebruik ik hiervoor. Dit is de Heavy. De 2,35H. Ja, inderdaad. Dan heb ik precies dezelfde hengel als jou gekozen voor vandaag. Het is 30 tot 75 gram. En dat is eigenlijk gewoon een hele mooie hengel om ook dit werk mee te doen. Het is een hele mooie hengel om softbaits mee te vissen. Spinnerbaits, noem maar op. Maar ook voor dit werk, vissen met een dode aasvis actief in de polder, gaat ook goed. Het fijne van die hengels is dat ze niet te hard zijn. Want als je heel de dag actief aan het vissen bent met dode aas, hè, dus je moet je voorstellen, aasvisje is ingevroren geweest, natuurlijk best wel zacht, hè? Dus die gooi je relatief snel van de haak af, zou je zeggen. Maar omdat je dus met een wat zachtere hengel vist, die wat vergevingsgezinder is, kan je gewoon heel mooi rustig die aasvis wegzetten, zonder dat die eraf valt. Dus hè, we zijn al uren aan het gooien in de polder en ja, we hebben eigenlijk nog bijna geen één keer gehad dat je de aasvis eraf gooit. Dan moet je natuurlijk ook wel een beetje subtiel gooien. En dan vis je hem gewoon heel rustig binnen. En dat gaat eigenlijk prima. En zo'n zacht hengel is ook uitstekend om de haak te kunnen zetten. Het is natuurlijk ondiep water, dus die vis zit meteen bovenin. En dan is een zachte hengel die iets beter dempt. Is wel prettig, ook met drillen, met de haak zetten, met drillen. De vis zal minder snel verspeeld worden, ook als hij voor in zijn bek zit. Omdat die hengel die pakt gewoon, vangt gewoon wat beter die klappen op. En dat is ideaal. Maar je kan ook gewoon uitstekend met een spinmolenvis. Dus als jij dat als voorkeur graag met een molenvis, kan prima. Pak gewoon in de polder een hengeltje van 15 tot 50, 60 gram, zeg maar. Beetkastjes 75 gram. En met een lengte waar je nog een beetje mee kan werpen. En een beetje mee kan werken. Dus in dit geval 2,35 meter. Maar voor een spinhengel zou dat bijvoorbeeld 2,40 meter of misschien 2,50 meter of zo. Is gewoon een hele prima lengte om lekker een beetje te struinen in de polder met je aasvis. Kijk dan, zo joh, wat een gek. Gooi hem erop, Roel. Zo, mooi erachter gekast. Ik zal proberen er nog naast te komen. Maar als dat beetje gefixeerd is op die minis, dan... Ja, weet niet. Ik zou zeggen... Dat is vlakbij. Goeie pike, hoor. Dat is vlakbij, Roel. Ja, hij zat ook altijd in mijn lijn, joh. Ja. Ook goed. Het is wel een fire pike, hoor. Oh jongen, hij wil echt een kleine fry hebben. Ja. Dan moet je vooral niet zenuwachtig worden.
En wat voor lijn gebruik je? Welke dikte? Ik heb nu de spekslijn opgespoeld. Ja. 27 honderdste. Die felgroen heb jij, ja, toch? Ja, ik heb de felgroene, zodat ik hem toch een beetje kan volgen hier langs die rietkraagjes en zo. En 27 honderdste, ook omdat we af en toe dan blijven even vastzitten aan een tak, kan ik hem gewoon lekker lostrekken. Het is wel super dik, of best sterk, hè? 70 honderdste is gewoon 40 pond. Ja, deze is gewoon heerlijk sterk. Ja. Dus qua lijnvalen, daar heb je gewoon de hele dag niet geen omkijken. Nee, nee, ik heb hier gewoon volgens mij zelfs 50 pond op zitten. En dat kan eigenlijk helemaal prima. Ja, dus. En wat ik wel fijn vind van zo'n dikke lijn, is dat hij niet heel snel om allemaal takjes heen waait en zo. Ja. Dus hij is wat stugger, heb je iets meer controle over je lijn. Ja. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk heel simpel. Ik heb één stuitje. Ja. De gewoon een rubberen? Gewoon een rubberen? Een rubber stuitje, ja. Gewoon recht op de lijn. Mm-hmm. Dan dobber 15 gram. Ja, heb ik ook. Met het 10 gram bijbehorende loodje. Ja. En daar aan vast heb ik gewoon direct mijn kant-en-klare onderlijn geknoopt. Met een 7x7 denk ik, hè, die onderlijnen. Ja, 7x7, 30 centimeter lang. Ja. Met een maatje 2 haak. Ja, omdat ik een wat grotere aasvis heb. Eigenlijk een hele simpele setup. En ik heb hem in dit geval door het neusje gericht. Ik had hem begin van de dag had ik hem ook net zoals jij door de rug geprikt. Ja. Hè? Als je hem door de rug prikt, dan kan je natuurlijk mooi een horizontale aaspresentatie bewerkstelligen. Ja, ik laat hem een beetje waggelen. Ja, precies. Maar ook als je dobber stil ligt, dan hangt jouw vis mooi horizontaal in het water. Ja. En wat ik aan het doen ben, is ik ben eigenlijk wat actiever aan het vissen. Dus ik gooi hem uit, laat hem even afzinken en dan draai ik hem gewoon rustig aan binnen. Dus ik heb hem bewust daarom door het kopje gestoken, door de neus. Ja. Dus dan is het net dat je eigenlijk een zwemmend visje hebt. Ja, ik heb het net ook even geprobeerd, want ik zag dat jouw vis gewoon echt heel natuurlijk rondzwemt nu. Ja. Dus dat is wel een mooie, nog actievere manier van dode aasvis. Ja, precies. Een leuk feitje over onze gewichtjes. Dus de 10 gram past precies bij de 10 gram dobber, de 15 gram past precies bij de 15 gram dobber. Zo staat je dobber altijd perfect uitgelood. En het leuke is, er zitten soft protection beads bij. Die beschermen je knoop en die beschermen elke keer het tikken van je dobber op je gewichtje. Hoi. Hey. Bodem denk ik niet. Nee, loop weg. Nee, beet. Ja! Yeah. Lekker, maat. Hoppa! Kijk. Oh! Hou me weg. Eindelijk actie. Achter jou ligt nu mijn hengel. Hè? Achter jou ligt nu mijn hengel. Ja. Kijk, deze liep tenminste mooi weg. Ja. Zo moeten ze pakken. Mooi. Mooi voor en back. Komt hij aan, Rock. Hoppakee. In het netje. Nou, hij zit er gelijk. Ja, pak hem maar. Ja, hier, wacht. Is een beetje in de war gedraaid net. Hij zit precies in het puntje. Hij zit mooi precies in het lippie. Echt nipt gehaakt. Hopsakee. Goed is goed, hè? Kijk eens, vriend. Ik heb een matje voor je klaargelegd. Kijk. Het is geen joekel, maar goed. Het is een mooi poldersnoekje. Ik zal even eindelijk bijkomen, want we hebben er echt van lopen strijden vandaag. Uren bikkelen in de regen en in de wind, inderdaad. Was dan eindelijk twee vissen gemist. Die lieten de aasvis los, maar deze die pakte echt mooi door en die zwom ook mooi weg. Dus niet te lang getwijfeld, aangeslagen en volde snoekie. Ja. Hoppa. Moet hem nog even meten voor de lengte van 2 meters. Als het nu helemaal los gaat. Precies. Ja. Zoiets? Ja. 62. Ja, ik moet iets als hij het bekje trekt. 62 punten. Nou. Maar liefst. Kijk dat de moeder er ook is. Ja. Misschien wel. Zou mooi zijn. Hebben? Ja. Nice bro, dat is een beter. Het begint te komen.
Ineens zijn ze los. Zo, die liep mooi. Bizar, joh. Goeie tik erop. Heb je hem nog? Ja, ja, zeker. Lekker, man. Ja, hoppa. Hij komt er gelijk aan, Roel. Ja. Beter vis. Hij komt er niet aan. Ja, lekker, man. Hè? Komt hij, lekker. Nou, hier moeten we zijn dus, in dit stukje. Juist. Ja, komt hij. Hij zit net te hoog. Ja. Net. Daar komt hij. Yeah. Hoppakee. Lekker, man. Donder, ze lijken wel helemaal goud. Mooi pike. Zie je dat? Zo, ja. Ja, lekker. Lekker, man. Zijknat. 300 kilometer gereden vandaag. Zo, maar mooi wat vis, hoor. Een mooie vis. Check die kleur. Ja. Oh ja, mooi scharniertje. Ik zal hem even onthaken. 1, 2, hoppakee. Je hebt inmiddels weer hard gereden. Ik overhandig hem jou, want jouw vis. Ja, ik zal mijn dobber even aan jouw gouden pike. Hele bijzondere kleur. Een hele gouden. Je gaat wel kort richting de 90, gok ik. Ja. 87, 88. Goed, heb je hem? Ja. Oh. Nou, kijk, deadbait. Deadbait in de polder. We hebben actief gevist, hè? Ja, dat zeker. Ja. We zijn heel fanatiek door aan het vissen in de stromende regen. Doe maar even meten. Dan, ja, en een mooie tik. Dobbertje liep mooi weg. Zeker. Hè? Ze zijn los. Oh, wat een mooie vis. Prachtige vis. Ja, super. Nou, eens even kijken wat die is. Ja. Ik denk 88. 88. Hij ligt zo met het bek. Nou, hij is zelfs groter. Zo. Kijk maar. Hij is 91. 91. Mooi. Lek, man. 91 en die van net was? 62. 62. Dus we hebben 100. Ik weet niet, ik kan nu even niet over. Als het niet, ja, zo is, laat me weten onder in de comments. Oh, wat een vis. Zo'n prachtig, ja. Poldergoud. Mooie kleur. Ja, daar gaat hij gelijk. Ja. Prachtig. Wauw, wat een mooie vis. Woehoe! Lekker pik! Lekker maan, ouwe. Nou, zo vang je uren niks, want we zijn al best wel uren bezig. Ja. Helemaal, ja, twee aanbeten gehad en die gingen er echt allebei lieten echt los, super flauw. Ja. Ja, en zo kom je ineens in een stekje in 5 minuten 2 beten. Ja. En die pakten allebei gewoon heel goed door. Dus, en ook goed bijten. Ja, dus zo zie je wel dat de aanhouders winnen. Aanhouders uiteindelijk toch winnen. Nou, laten we even voor die 2 meter gaan, man. Als we dan nog eentje van 60 hebben. Kom, bam, doen. Dan hebben we al het prijspakket bij elkaar. Zullen we zo nog eens even naar die stek toe waar we die snoekteelten zagen jagen? Oh, die, ja. Ja, dat kunnen we nog wel eens proberen inderdaad. Er was inderdaad een stek bij waar een snoektel 3 keer toe echt flink aan het jagen was in het oppervlak. Of van die echt van dat speltaas, van een mini. Ja. Ja. Dus misschien dat hij nu wel wil happen. Maar laten we de hoekje nog even een paar minuten de kans geven. Ja. Er kwamen er toch 2 vandaan. En dan gaan we dadelijk nog even verkassen voor het laatste kwartiertje. Daar zat hij, hè? Zeker. Dat was de plek. Kijk hem, kijk hem. Bam. Misschien zo met het laatste licht. Ja. Dat hij nog wel een keer wil happen. Eén beetje nog. Ja. Die doorzetten. Eén snoek die hem blijft vasthouden, ja. Precies. We hebben allebei een paar keer gehad vandaag dat je dus heel kort beet krijgt. Ja. De dobber iets onderloopt. En eigenlijk direct weer losgelaten wordt. Yes. Maar goed, het einde nadert alweer van deze lange dag. Hoeveel kilometer zullen we gelopen hebben vandaag? Ik weet het niet. We hebben wel nodig stapjes gemaakt, denk ik. Hey, hey, is gevat, is gevat, is gevat. Zeker, 100%. Kijk, 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 kijk. Ik weet niet of hij er nog aan zit, hoor. Misschien dat hij losgelaten heeft. Ja, of hij ligt gewoon al rustig op de peugel, dat is niet iets. Hij zit er nog aan, hè? Ja, ah! Sorry. Ah! Dat is zuur. Hey Roel,
het begint zo langzamerhand donker te worden. Ja. Wat denk jij, zullen we er eens een eind aan gaan breien? Beet, beet, beet. Ja, 100%. Ja, daar gaat hij. Ja! Mooi, zij waren de spullen aan het oppakken, of aan het inpakken. En ik denk, ja, gewoon nog een keertje hoor, dan kreeg je net al die beet. En ja, hij liep, dit was echt de allerlaatste worp. Ja, en toen liep hij nog een keer mooi weg. Dus maakt mooi stof hoor. We hebben alleen geen maatje, geen dingetje bij. Wel nog aan je tas. Oh, top. Ja, we kunnen gewoon meten. Zo. Kijk, oh, je zit een beetje erin gedraaid. Jan, kijk. Nou, kijk, dus ik zeg challenge, telt hij nog of niet? Ja, zeker. Ja, hè? Toch? Ja, lacht toch? Ja. Dus, ik weet niet, ik denk dat het een andere snoek is als van zojuist. Ja. Deze die beet ook iets overtuigender door op het eind. Ja. Dus echt de allerlaatste worp van de dag. Ja, dus ja, typisch is dat. Ik was al net aan de auto toegelopen. Ik denk, nou, nu is het goed geweest. We hebben de spullen al ingepakt. Aasvis eraf. We zullen hem even meten. Kleine dikker. Dus, ja. 73 of zo? Ja, ja 73 centimeter. Dus dat betekent dat we de challenge alsnog gehaald hebben. Die hebben we wel gehaald. Op de valreep, ja. Over de valreep is het eigenlijk. Op de valreep, over de valreep. Maar goed. Het geluid is nu een stuk slechter. Ja, we hadden eigenlijk al. Ze waren eigenlijk al alles aan het inpakken. Ik stond hier nog een paar worpen te maken. Zij hadden al de spullen in de kamer al opgeborgen. Ja. Maar ja, toen kreeg ik nog een aanbeet. Dus hals over kop naar de waterkant gerend. Even filmen. Ja. En toch nog deze mooie pike op de valreep. Super mooi snoep. Ja. Dus die gaan we even terugzetten. Dus we gaan hem even netje doen. En dan mag je weer mooi zwemmen. Andere kant uit, jongen. Andere kant uit. Kijk, daar gaat hij. Hoppa. Nou, dan sluiten we de dag toch nog mooi af. Ja, zo is het. Hoppakee. Bam. Tot de volgende keer. Dus wij hebben de challenge gehaald. Ja, stop. Dus wat kun je winnen? Eén zo'n backpack als wij vandaag bij ons hadden. Vol met snoepspullen. Wat moet je doen? Abonneren op YouTube-kanaal. Subscriben. Even aangeven in de comments wat jij het mooiste stuk vond in deze video. Ik kan al raden wat. Ik heb al vermoeden. Maar speak for yourself. En laat gewoon even weten wat jij gewoon een tof stukje vond van deze video. In de comments. En dan horen wij het wel. Uit alle inzendingen maken we winnaar bekend. En die krijgt de kans op het hele koffiepakket. Aan dood aanspullen te winnen. Inclusief een tas. Inclusief een coole tas inderdaad. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bam! Hoppakee.